Studentenkamerfestival, beter bekend als Stukafest, vindt al in meer dan 15 steden plaats in Nederland. Dit jaar is het voor het eerst in Breda. Voor een klein huiskamerpubliek treden diverse artiesten op. Niet alleen bekende, maar ook aanstormend talent. Een eenzaam cirkelend om een woud van verlangens kijk ik haar aan en zij zegt nee. Hoe vind je dat zo in de huiskamer? Ja, dat is toch geweldig. Kijk, de ene keer treden we op in enorme grote zalen, zoals hier in Breda in het Chassé Theater. En de andere keer in de intimiteit van zo'n studentenkamer. En dat Stukafest bestaat al heel lang. Ik heb het ook al regelmatig gedaan, in heel veel andere steden ook. Dit jaar ben ik in Nijmegen geweest, in Tilburg, in Enschede. Dit wordt voor de eerste keer wordt het in Breda gehouden. En ik vind het ontzettend leuk dat er weer een stad bij is. Dank jullie wel! Wat gezellig! Wat super tof dat ik nu eindelijk eens in de gelegenheid ben om jullie van zo dichtbij te zien. He, want normaal gesproken zien jullie allemaal van heel ver weg. Kan jullie mij goed verstaan? Ja? Kan jullie mij helemaal achterin ook goed verstaan? Ja. Weet je, het is, je ziet artiesten op een plek waar ze nooit staan. Gewoon in studentenkamers, we staan nu in een fietsenhok en hiernaast is ook weer een soort klein, ja, wat is het? Een halletje of zo. Kelder eigenlijk. Kelder, ja, er passen net 30 man in of 40 man in. Dus je ziet artiesten nooit op deze manier. Ik probeer het wel een beetje studentico's te houden, dus de sfeer mag wat losser zijn tijdens zo'n voorstelling. En het is echt tof dat Breda dit nu eens organiseert, want in andere studentensteden is het al jarenlang en helemaal een succes. En het is superleuk dat Breda nu ook zoiets heeft. De achterste deur, rechts, en dan helemaal naar boven. Vino, vino, excellente. Ristorante Pablo de Vino. Un momento. Ah, buongiorno, signor. Buongiorno, una rosa, dos personas, blind date. The blind date? Oh, the blind date de Bella Donna, oh, si, de Kiski. De twee bewoners hier van dit huis, van deze studentenkamer ook. Zojuist Jordi Sanchez hier op bezoek gehad. Hoe voel je het? Ik vond het erg leuk. Ja, ik heb ervan genoten. Ja. Wat vond je er vooral heel leuk aan? Het is toch leuk om te zien dat normaal een kamer is, dat nu ineens een podium is met publiek en een artiest. Ja. Dat gewoon echt je huiskamer vol zit met publiek. Ja, zeker. Zowel de bewoners als de bezoekers waren enthousiast, dus we hopen volgend jaar weer. Die nacht, in die stad, in dat bubbelbad, in dat gezelschap, echte vrienden, zijn we waarachtig jongensachtig gelukkig geweest. Het was voorbij eer we er erg in hadden.